De startopstelling. Pole positie Raymond Jansen. Tweede Clemens Lambert. Derde Marcel Dodeman. Vierde Alex Heesen. Vijfde Sandra Lambert. Zesde Peter van Giersbergen. Zevende Bernard Bakker. Achtste Arie Medema. Negende Jeroen Boy. Tiende Klaas Vink. Elfde Tieleman. Twaalfde Toon Blijs. Dertiende Sietse Werkman. Veertiende Roeweijers. Vijftiende Romano Fokken. Zestiende Michael Waleboer. Zeventiende Jeroen de Jager. Achttiende Manuel Nieuwdorp. Negentiende Theo Hudepol. Twintigste Joris Karel Vastarikels. 21ste Peter Nieuwdorp. 22ste Jan de Laat. 23ste Aankoop Immenga. 24ste Henk Batterman. 25ste Theo Brinkman. 26ste Fred Stoksgen. 27ste Gertjan Moeskops. 28ste Michael Jubschobakka. 29ste Helmut Schoppa. 30ste Riedeman. 31ste Henk Blokhuis. 32ste Harry Bouwman. 33ste Koos Immenga. 34ste Fred Boekel. 35ste Mark Twain. De start zagen we Jeroen voorbij komen. Dat leek op een goede start. Laten we even terugkijken. Terug bij Romano. En we zien Toon langzaam rijden. Zesde ligt Arie Medema, zevende Jeroen de Jager, die vanaf de 17e startplek 10 plekken gewonnen heeft, achtste Sietse Werkman en tweede 350cc rijder, negende Roeweijers de derde 350cc rijder, tiende Klaas Vink als eerste 250cc rijder, elfde Tieleman,
12e Romano Fokken. Is hiermee tweede 250cc rijder. 13e Michael Waleboer. 14e Joris Karel Vastarikos. En is hiermee de derde 250cc rijder. In ronde 2 begint het weer te regen. Aan het einde van ronde 2 komt Alex Heesendoor als leider. Marcel Dodeman heeft Sandra Lambert ingehaald en ligt nu vierde algemeen. Jeroen de Jager houdt niet van regen en zakt terug naar de 10e plek. Ed Tieleman begint zijn draai te vinden. En rijdt naar voren en klimt van plek 11 naar 9. Manuel Nieuwdorp haalt ervaren Akop in Munga in. En klimt zo naar de 16e plek. Aan het einde van ronde 3 heeft Raymond Janssen Clement Lambert ingehaald.
en klimt naar plek 2 met zijn snelle velocette. Achter in het veld haalt Fred Bukuhari Barman in, om zo de 28e plek over te nemen. In ronde 4 worden de snelste tijden gereden. Raymond Janssen in de 500cc klasse 2 minuten en 14,9 seconden. Marcel Dodeman in de 350cc klasse 2 minuten en 17,9 seconden. Romano Fokken in de 250cc klasse 2 minuten en 26,9 seconden. Alex blijft wel de leider met zijn 500cc Ducati. Uitslag van de sprintrace. De winst gaat naar Alex Heesen. Ducati 450. Tweede Raymond Janssen. Velo Zette Veno. Derde Clemens Lambert. Ducati Mark 3 450. Vierde Marcel Dodeman. Ducati Sabine. En wint hiermee de 350cc klasse. Vijfde Sandra Lambert. Mark 3 Ducati. Zesde Aurie Medema. Psa Goldstar. Zevende Sietse Werkman. Ducati 350 Sabine Smalkarter. Tweede in de 350cc, achtste Roe Wengers. Ducati Wengers Racing derde in de 350cc, negende Jeroen de Jager. Ducati 450 RS, tiende Klaas Vink, Morinu Finch. Winnaar 250cc, elfde Romano Fokken, Ducati's Ingel. Tweede 250cc, twaalfde Joris Karel Vastarikos, Ducati MK3. Derde 250cc, dertiende Michael Waleboer, Ducati 350. 14e Manuel Nieuwdorp, Ducati Diana, 15e Theo Hudepol, Velo Zettenmek, 16e Ako Pimminga, Ducati Mark 3, 17e Peter Nieuwdorp, Ducati 350 Mark 3 Desmo, 18e Henk Baterman, Ducati 350, 19e Jan de Laat, Ducati Desmo, 20e Michael Jobsjobakka, Ducati 350, 21e Henk Blokhuis, Ducati Mark 3, 22e Theo Brinkman, Ducati Mark 3, 23e Tieleman, Norton International, 24e Helmut Schopper, Norton Manx, 25e Fred Boekel, Ducati 350, 26e Fred Stoksgen,
Aermaghi Castellei, 27e Martwin. Ducati, 28e Gajan Muskops. Ducati 350cc, 29e Harry Bouwman. Ducati Mark III, 30e Harry De Man. Ducati 350 Non Desmo, 31e Toon Blijs. Ducati 1 Cylinder 350, 32e Jeroen Boré. Psa Goldstar.